De longen van de wereld staan in brand. Terwijl het Amazonegebied in deze periode vaker te maken heeft met bosbranden, worden sommige gebieden deze zomer nog heviger geteisterd dan anders. De Franse president Macron spreekt zelfs al van een internationale crisis. Premier Rutte wil via onderhandelen de druk op president Bolsonaro opvoeren. Maar is dat genoeg? Met me aan tafel GroenLinks-Kamerlid en oud-diplomaat Bram van Ooyik. Ja, meneer van Ooyik, u kijkt er al meteen een beetje somber bij. Zo. Nou ja, ik vind het wel goed om te onderhandelen, maar voor druk is soms wat meer nodig. Ja. Hè? Dan moet je soms echt... Nou ja. Maar die bosbranden zijn op zich niet uniek. Iedere zomer brandt, bedoel, Californië, Australië, in dit geval Brazilië. Rusland, in Siberië. Ja, Siberië. Waarom Brazilië? Ja. Nou ja, kijk, het bijzondere is dat Brazilië sinds 1 januari een president heeft die in feite zegt van we moeten dat tropisch regenwoud veel meer exploiteren. Dat is onze schatkist. Nee. Dus we moeten platbranden, we moeten soja produceren, we moeten vee laten grazen. En dat is eigenlijk nieuw. En dat zie je onmiddellijk terug in de stijging van het aantal bosbranden, want er is geen toezicht meer. Boeren voelen zich vrij om de zaak in de fik te steken. En daarom moet er ook politiek druk worden uitgevoerd. Maar eigenlijk heeft u dus gewacht op het moment dat Bolsonaro een fout maakt. In dit geval gaat de Amazone in de fik. Dit is het moment om de populist aan te pakken. Nou, we zetten ons al jaren in voor behoud van de Amazone. Hmm. Mijn collega Isabel Dix, die de internationale handel doet, die zit er bovenop. Hè. We zetten ons bijvoorbeeld tegen het feit dat Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij het aanleggen van wegen en spoorlijnen in de Amazone. Dus we zijn al heel veel langer actief. Hmm. Maar het is wel een nieuw feit dat de president van Brazilië en zijn minister van Milieu nu zegt, gaat uw gang. Ja, nou, wel, hij stuurt nu geloof ik wel wat blusvliegtuigen of het leger gaat erop af. Inmiddels, dat Trump ook nog een vliegtuig stuurt. Dus... Inmiddels zie je dat internationale druk wel degelijk ook helpt. Hè? Want Bolsonaro is bang, denk ik, dat zijn economische mogelijkheden in gevaar komen als hij niet serieus laat zien dat hij die branden wil blussen. Dus hij is gevoelig voor druk, ja. En daarom is dat juist zo belangrijk dat we die druk... Maar zegt het kabinet bij monden van de minister-president en minister Kaag bij Jinek, we gaan... Er komt een handelsakkoord aan met Brazilië in 2021. We gaan daar druk uitoefenen. Ja. Dat handelsakkoord dat leidt ertoe dat het nog makkelijker wordt voor Brazilië om vlees te exporteren, om soja te exporteren. En dus zal dat eerder leiden tot een intensivering van de kap van het regenwoud dan tot een stopzetting daarvan. Dus je bent sowieso tegen het handelsakkoord? Dus gekomen. Wij vinden dat je nu juist nu moet zeggen, en dat is wat Macron doet, van er komt geen handelsakkoord als er niet eerst een goed beleid is om de Amazone te redden. Dus in die volgorde. Dus terwijl Rutte zegt, we gaan dat akkoord gebruiken om een beetje te sleutelen aan het behoud van de Amazone, wat op zichzelf natuurlijk heel nodig is, gaat Macron veel verder en die zegt, nee, geen akkoord, want dat handelen is op zichzelf een deel van het probleem. Want dat leidt ertoe dat we meer soja gaan importeren voor ons vee. Dat we meer vlees gaan importeren. En daar worden bomen voor gekapt. Zien we daar Macron de idealist aan het werk? Of is dat ook Franse handelsbelangen die verdedigd worden? Nou ja, kijk, Frankrijk is altijd wat minder een voorstander van vrijhandel. Nederland is een heel erg een vrijhandelsland. Hè? Dus wij zijn altijd bezig om te handelen en onze kansen te vergroten. Wij zijn ook altijd bezig om onze bedrijven te steunen. Boskalis, Arcadis, Damen, die allemaal actief zijn in dat regenwoud in Brazilië met steun van de Nederlandse ambassade. Wij zijn echt een handelsland. En Frankrijk is meer een land wat ook zijn eigen markt wel wat wil u nu beschermen. Eigenlijk zegt is dat die bedrijven Boskalis, Arcadis, Damen... Nou ja, door de ambassade gesteund worden met object beleid. Dat is een feit. Hè? Nederland financiert studies die bijvoorbeeld en doet aan matchmaking, zoals dat heet, om Nederlandse bedrijven in contact te brengen met de Braziliaanse overheid, zodat ze orders krijgen om een, dat heet dan een soja-corridor, zodat Brazilië zijn soja beter kan exporteren en sneller kan exporteren, aan te leggen in het Braziliaanse regenwoud. Maar komt u wel eens bij een koffieshop in Amsterdam? Bij een koffieshop. Ik bedoel niet één voor de druk, maar voor de koffie. Ik dacht, het gesprek neemt nu een heel andere wending. Dat zou kunnen, maar dat is weer een ander Zuid-Amerikaans land meestal. Maar de hipsters die GroenLinks stemmen, het zijn er nogal wat, die lopen allemaal met van die leuke koffietjes met soja naar buiten. Ja, maar dan kijk, het overgrote deel van de soja. Wij importeren op dit moment voor 750 miljoen soja uit Brazilië. Dat gaat echt niet allemaal zitten in die koffie van die hipsters. Niet allemaal, maar... Het overgrote deel van die soja is bestemd voor veevoer. Nee, precies, maar het is natuurlijk makkelijk om er tegen te zijn. Maar de vraag is, GroenLinks kan tegen ieder handelsakkoord stemmen.
heeft, kijk, de Braziliaanse bevolking heeft deze meneer Bolsonaro met 55% in het zadel geholpen. Ja. De kleine boertjes waar het nu om gaat, die de zaak in de fik steken, die stemmen op hem. Helpt u ze met een boycott? Nou, kijk, Bolsonaro is aan de macht gekomen natuurlijk juist ook met steun van de grootgrondbezitters, van de grote boeren. Hè. Brazilië is een aantal jaren door linkse presidenten gesteund. Daar zijn dingen misgegaan, maar er zijn ook dingen heel goed gegaan. Maar er is een reactie gekomen, een populistische reactie. Hè. De tropische Trump wordt Bolsonaro Maar het is ook democratie. Hè. Ze hadden hem niet tuurlijk op hoeven stemmen. Nee, maar wij zeggen ook niet dat Bolsonaro niet president van Brazilië mag zijn. Maar wij zijn wel degelijk in een positie om het als wij een handelsakkoord... Nee, maar mijn vraag aan u is, helpen we gewone Brazilianen als we dat land gaan boycotten? Ja, omdat voor gewone Brazilianen het behoud van het tropisch regenwoud, dat zie je nu overigens ook, hè, dat heel veel Brazilianen de straat op gaan om te zeggen, wij moeten ons regenwoud beschermen. Het is niet zo dat de bevolking van Brazilië er groot belang bij heeft dat regenwoud in de fik wordt gestoken. Het zijn vaak grootgrondbezitters die veel geld verdienen aan de handel. En het is Nederlands recht, maar ik denk ook de plicht om als wij handel drijven met een land als Brazilië, dat we dan strikt zijn op wat daar in dat land gebeurt. En dat laat onverlet dat de Braziliaanse bevolking natuurlijk het recht heeft om te kiezen wie ze willen kiezen. Oké, nu is het, de lijn van het kabinet is, we gaan onderhandelen, we gaan eigenlijk via zachte methodes proberen om die Bolsonaro een beetje onze kant uit te krijgen. Dat is wat u betreft niet genoeg. Hoe krijgt u ze echt van het spoor af? Want Kaag zegt het ook. Van het kabinet. Wat gaat u voor voorstellen? Nou ja, kijk, het zal er om. Kijk, uiteindelijk zal moeten blijken of er internationaal voldoende steun is. Ja, maar wat gaat GroenLinks gewoon zeggen? Wat gaat GroenLinks nu voor voorstel doen? GroenLinks gaat bijvoorbeeld de druk op het kabinet. Ik kan u één heel concreet voorbeeld geven. We zijn donderdagavond een petitie gestart. Hè. Dan zult u zeggen, een petitie gestart. Maar die is al 50.000 keer getekend vanochtend. Hè. Dat is eerlijk gezegd nog nooit, voor zover ik weet, en ik loop al een tijdje mee, mag ik zeggen, nog nooit eerder voorgekomen dat zoveel mensen... In Nederlands of in Braziliaans? Nee, hier een petitie gestart om tegen de Nederlandse regering te zeggen, maximaliseer de druk op Brazilië, zodat aan die branden in het regenwoud serieus een einde wordt gemaakt. Nou, dat betekent dat er dus heel veel mensen zijn die dat een belangrijk punt vinden. Hè. U zei niet voor niks zelf in uw introductie, het leidt tot een geweldig internationaal oproep. Mm. Nou, Nederland alleen is niet voldoende. Er wordt nu op de G7 op dit moment overgesproken. Ja, is het in Biarritz op dit moment is het een punt van zorg? Want Macron doet stoer, maar ik moet even zien dat hij het met Trump erbij erdoor kan. Nou ja, Trump zal dat misschien proberen een beetje te downspelen. Maar goed, nogmaals, als de economische belangen van Brazilië op het spel komen te staan, doordat wij zeggen, wij willen die soja niet waarvoor dat bos allemaal in de fik is gestoken. Ja, dan is dus mijn oproep, komt er een andere die hipsters moeten stoppen met soja koffie drinken. Nee, maar dat is makkelijk om dan te zeggen, dat doet het niet toe wat groot dat is makkelijk. Dat is niet makkelijk. Ik zeg dat maar een zeer klein gedeelte van de soja door die hipsters dat is ook makkelijk om te zeggen. Ja, waarom? Nee, maar het is niet onze verantwoordelijkheid. Want die koeien vreten al die koeien. Wij eten weer die koeien. Dus het is wel degelijk onze verantwoordelijkheid. Nee, u niet. Maar oké. Okay. Nee, maar het gaat dus om... Natuurlijk moet iedereen zich bewust zijn, ook die hipster met zijn kopje koffie, van het feit dat er soja in zit. Maar als je kijkt naar die import van 750 miljoen euro soja, dan is het overgrote deel, 80-90% daarvan, is bestemd voor veevoer. Oké, maar nu toch even terug naar de zaak. De vraag is, kijk, als je zo'n populist als Bolsonaro wil aanpakken, doe je dat door hard te zeggen, we gaan hard boycotten, we stoppen ermee, of door via zachte methodes eigenlijk gaan onderhandelen. En wat werkt? Nou, kijk, bij Trump heeft een harde antwoord ook nooit geholpen. Ik geloof altijd, dat geldt niet alleen in dit geval, maar het is altijd een combinatie van druk zetten. Hm. Dat doe je dus bijvoorbeeld door hem in zijn economische verdienmodel te raken, om maar zo te zeggen. Ook onderhandelen. Hè, we weten uit het verleden dat het feit dat er over ontbossing internationale afspraken gemaakt zijn, dat dat wel degelijk geholpen heeft. Er is ook een lange periode geweest, dat moeten we niet vergeten, dat de ontbossing juist afnam. Hè? Met andere woorden, dat het bos weer een beetje kon herstellen. Ja. En dat was het gevolg ook van internationaal overleg. En wat je denk ik ook moet doen, is al die mensen die zich inzetten voor behoud van het bos, die milieuactivisten, die landrechtactivisten, die mensen die nu de straat op gaan in Rio de Janeiro, te steunen vanuit Nederland. Dus niet die bedrijven steunen die het bos
helpen kapot te maken. Mm-hmm. Maar de mensen steunen die zich voor behoud van het bos inzetten. Dat kan Nederland doen. Oké, okay, als het Kamerdebat daar komt, kaart u dan ook meteen de branden in Siberië aan? Want als je die in omvang die bekijkt, zijn ze misschien wel net zo groot. Zeker. Poetin moeten we ook waarschuwen. Daar zie je precies hetzelfde. Hè? Dat de onverschilligheid en de ontkenning van het Kremlin... Mm-hmm. Hè? Leidt tot het toenemen van het aantal bosbranden. Dus natuurlijk, die bosbranden zijn er altijd. Hè? Biologen kunnen je ook uitleggen dat ze soms nodig zijn om iets te doen. Maar die toename daarvan, dat het buiten komt, hè? Dat het uit onze handen loopt... die komt vaak door politieke onverschilligheid. Ik denk dat u straks naar het Amsterdamse bos gaat, hè? Nog steeds veilig. Ja, daar is een prettige plek. Behalve die processierups, geloof ik. Gaan we het niet over hebben nu. Ja, zo is er altijd weer wat, hè? Bram van Ooyek, ik dank u zeer. Sterkte met de strijd.